hier met Tim Opmeer van SNW en zij organiseren de Olympiade. Hoi Tim, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, wij hebben hier een sportdag georganiseerd, de Schoolsport Olympiade. Dat doen we nu voor de 7e keer. Maar gezien de maatregelen rondom het coronavirus heeft het dit jaar een andere vorm gekregen. De kinderen achter ons zijn op dit moment aan het sporten en die doen 6 atletiek onderdelen. Dat zijn meestal individuele sporten. En daarnaast 2 fun onderdelen. Direct achter mij zijn ze aan het trefballen. En verderop zijn ze ook aan het voetballen. Dat betekent dat deze kinderen 8 sportrondes hebben. Waarin ze allerlei leuke vormen van sport en bewegen meekrijgen. Nou, dat is fantastisch. Ik begreep dat jullie 4 locaties bezig zijn binnen Leidschendam en Voorburg. Welke scholen zijn daar aanwezig en wat doen jullie daar specifiek? Ja, we zijn op 4 locaties bezig. Achter mij is basisschool Essenstein. En vanmiddag zal basisschool Cascade dat overnemen. Aan deze kant is basisschool de Driemaster bezig en in de middag is dat de professor Casimir. Dan in Voorburg hebben we rondom de playground Corbulo Park. Daar is basisschool de Parachute op dit moment aan het sporten. En in Leidschendam hebben we ook nog 2 locaties. Op de Leenkamp is basisschool Tandem aan het sporten. Dat is direct naast de school. En de basisschool De Wegwijzer is op het tolveldje vlakbij hun school op dit moment aan het sporten. Oké, en zijn ze dan ook allemaal dezelfde sportactiviteit aan het doen? Of scheelt dat ook nog qua activiteit? Alle scholen doen in ieder geval de 6 atletiek onderdelen. Dat is overal hetzelfde. En de fun onderdelen kunnen per locatie wijzigen. Dus hier zijn ze aan het trefballen, aan het voetballen. Op dat veld zijn ze ook aan het trefballen, maar in plaats van voetballen doen ze aan baseball 5. En verderop, andere school doet archery tech. Bij de tandem zijn ze zelfs aan het rolstoel basketballen. Dus daar is veel variatie in ieder geval. Oké! Hoi, Jesse Swinkels. Je bent bij het ROC Mondriaan. Ja. En wat doe je vandaag hier? Ik help met het evenement, met de Olympiade. En ik help kinderen een beetje meer plezier te krijgen in Olympische soort spelen. En welke sport heb jij dan met ze gedaan? Ik heb de 10 minuten loop gedaan. Dus dan moesten de kinderen zoveel mogelijk rondjes rennen in 10 minuten. Zo keken we hoe goed de conditie was en hoeveel ze konden. En vonden de kids het leuk? Nou, ze vonden het wel erg vermoeiend, maar volgens mij vonden ze het wel leuk. En wat drijft jou om deze opleiding te doen? Ik wil graag heel veel dingen met sport doen en bewegen. Met kinderen werken vind ik ook erg leuk. Ik weet niet, het geeft me een soort motivatie om alleen maar meer kinderen te helpen en dat soort dingen. Dus. Hey Jen, goedemorgen. Gymjuf OBS Parachute. Vandaag alternatief Olympiade. Hoe gaat het? Ja, super. Het is heerlijk weer en de kinderen hebben volgens mij onwijs naar hun zin. Ja. Goed alternatief, denk ik. Vorig jaar niks georganiseerd of afgezegd op het laatste moment door de corona. Blij dat we dit jaar misschien wel wat hebben gedaan, alternatief. Hoe kijk je daarin? Ja, heel positief. Het is fijn dat het naast de school is. Het is fijn dat er iets door kan gaan. Dat de kinderen een leuke sportieve dag hebben. Nou, dat is altijd goed. Heb je nou echt ook nadelen wat je echt mist dan vergeleken met vandaag? Het is wel jammer dat je natuurlijk niet tegen andere scholen strijdt. En dat je een beetje die strijd onderling, die missen we wel in het grootste evenement. Ik hoop dat dat volgend jaar weer doorgaat. Ja. Heb je er zelf nog geoefend met de kinderen? Of is het eigenlijk gewoon gezegd van veel plezier vandaag? Ja, nee, zeker. We hebben zeker geoefend. We gingen buiten, omdat ik ook groepsleerkracht ben. Is dat wel fijn voor de besmettingen eventueel. Dus zijn we afhankelijk van het weer. Dus de laatste tijd heeft het behoorlijk wat geregend. Toen hebben we helaas niet zoveel kunnen oefenen. Maar gisteren hebben we toch nog even de groepen 6, 7 en 5 buiten laten gymmen. Tussen de buien door. En hebben we alle onderdelen even goed voorbereid. Zodat ze wisten wat ze vandaag stond te wachten. Nou, mooi. Dus in ieder geval wel zonde. Anders had je gewoon gewonnen, denk ik. Ja, als je zoveel hebt geoefend, had je anders gewoon gewonnen. Maar in ieder geval mooi. Gelegd, toch? Ja, in ieder geval mooi terrein om je te oefenen met school, denk ik. Ik denk dat het een fantastische dag is. Zeker. Volgend jaar weer een nieuwe editie. Ja, normaal. Dankjewel. Hoi Axel. Hoi. Jij doet mee aan de Olympiade. Ja. En voor welke school doe je dat?
Voor de parachute. De parachute. Ja. En hoe lang zit je daar op school? In welke klas? Ik zat eerst op een andere school en toen kwam ik op deze school. Hey, Olympiade hebben we het over, hè? Is lekker aan het sporten. En wat voor sport ben je allemaal aan het doen? We deden 10 minuten lopen, we deden hoogspringen, verspringen. We deden kogelstoten, allemaal verschillende onderwerpen. En wat vond je onwijs gaaf om te doen? Speerwerpen. Speerwerpen? Nee, niet dat. Fluitbal, ja. Wat is dat? Dat is dat je met een soort zacht dingetje moet je proberen zo ver mogelijk te gooien. Je vriendjes en zo, wat doen die allemaal? Ja, we doen eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde, alleen gaan we dan steeds wisselen. Ja, je wisselt elke keer. Ja. En hoe lang mag je dan spelen? Heel lang wel. Ja, gaaf. Bijna de hele dag. Nou, zeg maar wie je bent. Hoe oud? Ik ben Shivani. Hoi Shivani. En in welke klas zit je? Groep 6. Groep 6. Oké. En wat doe je nou allemaal voor sporten hier? Ja, ik heb net 10 minuten gelopen en we gingen net speerwerpen. En ver gesprongen net daar. En hoe ver sprong je? 350. Zo, hartstikke goed joh. En wat vond je nou het leukste onderdeel? Ik denk toch wel verspringen. Verspringen. En waarom? Omdat ik daar lekker ver heb gesprongen. Oké, omdat je daar goed in bent, zou ik zeggen. Nou, kikken meisje. En je vriendinnen, wat doen die? Ja, die hebben ook twee die zaten bij mij in het team en die andere die zit bij Polen. Oké, dus die zijn ook lekker bezig. Ja. Hartstikke fijn. Nou, je hebt er in ieder geval van genoten vandaag. Ja. Hoi Marco, wat zit jij lekker in de zon met je laptop? Hey, hele goede middag inderdaad. Ik zit heerlijk in de zon met mijn laptop. Ik ben de scores aan het invoeren die de kinderen van de parachute hebben neergezet. Die heb ik allemaal netjes van de scheidsrechters ontvangen. En die ben ik dus aan het invoeren. Het is voor jou, hè? Dankjewel. Je mag hier hem houden, meisje. Heb je hard voor gewerkt? We zijn net getuigen geweest van het uitreiken van het certificaat. Van de Sport Olympiade. Wat heeft dit voor een betekenis? Ja, dat is fantastisch leuk. En het is natuurlijk geweldig dat het mooi weer is. Want dat is sowieso hartstikke mooi. En voor de kinderen ook heel leuk. Dat ze eindelijk weer eens iets hebben in die coronatijd. Dat ze met z'n allen eruit kunnen en dit prachtige sportevenement kunnen beleven. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. SMW is verantwoordelijk voor de organisatie van dit mooie sportevent. Wat normaal gesproken toch echt wel iets anders loopt. Wat vindt u van deze alternatieve sportdag? Nou ja, kijk, normaal is het natuurlijk school tegen school. Dat heeft ook zo, dat is een dynamiek. Maar ik denk dat dit wel heel leuk is. Want ieder kind gaat strijd met zichzelf, tegen zichzelf. Met de school, in de klas. En ze krijgen allemaal een eigen orkonde waarin ze precies zien hoe ze gepresteerd hebben. Dus het is niet zozeer tegen, maar meer met. En dat is toch eigenlijk ook wel voor de kinderen heel leuk. Ik sta hier bij sportjuf Amanda. En Wolfert, leraar van 6A was het. Dat klopt. Van de basisschool Essenstein. Zeker weten, dat zijn wij. Ja. Zeker. Ja. En daar staan hier heel veel blije kinderen op het veld. Gelukkig wel, ja, gelukkig wel. Want normaal gesproken krijgen ze van jou sport. Ja. En wat houdt dat in voor jou? Ze krijgen twee keer per week 3 kwartier gymles bij mij in de gymzaal. En daar doen ze eigenlijk alle sportonderdelen die je maar kan bedenken. En wat is je favoriete sportje? Van mij? Nee, van hun. Van de kinderen? Ja, voetballen natuurlijk. Je wil alleen maar voetballen. Voetballen, trefbal. Oké. En Wolfert, wat doe jij zo langs het veld? Ik probeer natuurlijk hier de honneurs ook waar te nemen.
Om ook gewoon goed te kijken, om de kinderen zo goed mogelijk aan te moedigen. Want het is natuurlijk altijd een sportevenement. Ontzettend fijn dat dat ook weer dit jaar georganiseerd kan worden. En nou, op deze manier. Dus ze proberen op die manier toch de kinderen ook zo goed mogelijk de dag door te helpen. Er zijn een hoop mensen bezig in die organisatie geweest. Aan wie wil je eigenlijk de meeste dank uiten, zal ik maar zeggen? Nou, dank aan de mensen van Forumsport dat we gebruik mogen maken van de sportvelden. Dat is wel ideaal, hè? Zo'n kunstgrasveld. Hekken eromheen, heerlijk veilig. De studenten van het Mondriaan die alle spelletjes begeleiden. En de combinatiefunctionarissen hier vanuit Voorburg-Leidschendam die deze hele dag georganiseerd hebben voor de school.